Zeg maar... Ik heb altijd een, iets met Ajax gehad. Dat is een van de weinige clubs, of de enige, waar ik nooit tegen gescoord heb. Dat irriteert. Waarom? Ja. Ja, op de een of andere manier tegen Ajax lukt het nooit. Tegen heel veel, alles wel gescoord en doelpunt. Tegen Ajax lukt het nooit. Ook in het seizoen 2018 dat je kampioen werd, clubtopscorer met 14 goals, niet tegen Ajax kunnen scoren. Nee, ik was één keer heel dichtbij, dat weet ik nog wel. Toen kwam er een voorzet. Nee, toen was Jan Vertonghen, die pakte hem zo met zijn hand. Toen kwam een penalty en die mocht ik niet nemen. Die was verdoetzak. Ja. Toen kon ik hem voor het inschieten, een beetje zoals 4-geven vandaag. Toen zag ik hem komen, toen stonden we al 3-0 achter. Toen dacht ik, dat is die. En toen alsnog deed Vertonghen zo tik, Hens. Ja. Frustratie, mooi. En was dat toen ik PSV kwam? Volgens mij wel. Toen ja, ja? Ja, volgens mij wel. Won Ajax met 4-0. 4-1. Want die Ballas maakte die penalty. 4-1. Ja. Zegt hij als PSV. Ja, ja, wat mooi. Ja. Ja, want ik zat thuis op de bank zo. Terwijl je onder contract stond met PSV. Als PSV'er zit hij voor Ajax te jagen. Had je dat door toen in die tijd dat hij zo nog... ondanks het feit dat hij PSV'er was... dat hij toch nog stiekem voor Ajax aan het juichen was, Andy? Nou, of je dat door hebt... Niet, maar ja, je bent er gewoon heel eerlijk, gewoon een Ajax. Tuurlijk. Een Ajax verleden, dat is ook raar. Is dat niet? Gewoon, ja. Als ik gespeeld had, dan had ik gewoon alles gegeven, natuurlijk, weet je wel. Maar ja, ik kwam daar aan rollen op de hertgang. Dat was net zo dik als nu. En ja, dan moest ik eventjes PSV gaan houden. Maar aan de andere kant is het toch niet zo heel raar. Ik bedoel, Tadić is toch ook geen Ajax-sporter. Dus de meeste nee, maar als je betaald wordt door een club, of het nou Emmen is of Ajax of welke club dan ook, Groningen, dan is dat toch je loyaliteit of telt dat niet? Ja, maar als hij op het veld had gestaan, had hij waarschijnlijk wel stinkende best gedaan. Ja, tuurlijk. Ja, en daar gaat het om. Als medespelers van elkaar, het gaat daarom. Als je op het veld staat, moet je door het vuur gaan, moet je er alles aan doen. En wat hij thuis doet, als hij thuis op de bank zit, alleen, want hij zit alleen dan. Ja. Weet je, dan maakt het niet zoveel uit wat hij doet. Maar ze zeggen toch altijd dat je beter speelt tegen je oude club. Daarom stellen trainers iemand dan op, zeggen, ja, maar tegen zijn oude club is die extra gemotiveerd, juist. Dat was wel mooi, met het 100 jaar bestaan van Ajax moesten wij met Twente spelen daar. En er was één groot feest en alles van die retro shirts allemaal, weet je wel. 100 jaar bestaan, Ajax. Winnen we met 0-1. Verder gewoon vestelijk. Boem, 0-1. Nou, hele feest naar de klanten.